Dan nu gaan we bespreken die tekst Voorbereidingen op de moord. Nou, Nero die trekt zich wel wat aan van de woorden van Acte, hè, dat ze afstand moet houden van Agrippina en vermijdt het contact met haar. Zeg maar, ja, je moet maar naar een stadstuin gaan of je moet maar naar je buitenverblijf gaan. Dan ziet hij haar in ieder geval niet. Maar ja, dat is eigenlijk niet genoeg. Nog steeds ervaart hij de aanwezigheid van zijn moeder, ook al ziet hij haar dan niet direct, als een last. In regel 31 staat prae gravem ratus. En dan besluit hij, nou ga ik haar doden. Alleen nu is de vraag, hoe gaan we dat doen? Nou, de eerste optie is met vergif. Maar dat is misschien niet zo'n goed idee, want Nero had ook zijn stiefbroertje Britannicus, de zoon van keizer Claudius, ook al bij een maaltijd door vergif laten doden. En iedereen wist dat. Dus dat is niet zo'n goed idee. Bovendien zou het ook best wel moeilijk zijn om de dienaren van Agrippina zover te krijgen dat zij bereid waren om haar gif te geven. Want Agrippina was daar goed op voorbereid. Sterker nog, zij had zelfs al tegenmiddelen genomen om haar lichaam als het ware immuun te maken tegen vergif. Nou, dan de tweede optie. Dan steken we haar gewoon dood met een zwaard. Maar ja, niemand kan goed bedenken hoe je dat nou geheim gaat houden dat Nero het gedaan heeft. Iedereen zal denken, ja, dat is natuurlijk in de opdracht van keizer Nero. Bovendien is er de angst aanwezig dat diegene die die opdracht moet uitvoeren, dat toch eigenlijk niet gaat doen. Ja, en dan heb je dus geen resultaat. Dan komt de derde optie. En dan komt weer een ex-slaaf in beeld, Aniketus. Die was vroeger nog een soort opvoeder van Nero geweest. Die was tegenwoordig een vlootcommandant. Bovendien haatte die Agrippina verschrikkelijk. En andersom trouwens ook, Agrippina haatte hem ook. Wat hij voorstelt is een schip te bouwen dat op zee, als het één keer op zee is, vanzelf uit elkaar valt, zodat Agrippina gaat verdrinken. Dat is natuurlijk handig, want niemand zal denken dat er op zee geen ongelukken kunnen gebeuren. Dat kan natuurlijk gebeuren. En dan zal niemand denken aan een misdaad. Bovendien, wat Nero dan ook nog kan doen als Agrippina één keer verdronken is, is een tempel voor haar bouwen en altaars voor haar neerzetten en laten zien dat hij om haar rouwt, om haar dood, zoals dat hoort bij een zoon wanneer hij zijn moeder verliest. Nou, dat is een beetje de inhoud. Even een paar dingen die opvallen in deze tekst. Ten eerste moet je weten dat Britannicus, die vermoord was, dat de broer was van Octavia. En dat is nou juist degene met wie Nero nu nog getrouwd is. En die had al gehoord dat Poppaea Sabina eigenlijk ook met Nero wilde trouwen en dus Octavia weg moest sturen. Dus je moet bedenken, Octavia was de vrouw van Nero en Nero had haar broer laten vermoorden. Hoe vreselijk dat wel niet is. Dan over die laatste woorden van Aniketus. Je merkt weer dat we net als bij Poppaea, dat die woorden overgaan in de indirecte reden. Dus met een ACI-constructie zit daarin. En de reden waarom Tacitus dat doet, is dat je als het ware als lezer, wij als lezers, ons dan verplaatsen in de positie van Aniketus. Wij horen de woorden als het ware via Aniketus en zijn daardoor directer bij het verhaal eigenlijk betrokken. Bovendien wijst Tacitus op die manier ook een beetje de verantwoordelijkheid van de inhoud van het verhaal van zich weg. Hij zegt dan daardoor, ja, ik ben niet degene die dat zegt, zo denkt Aniketus daarover. En zo schuift hij de verantwoordelijkheid voor de inhoud als het ware een beetje af.